Uh, vorig jaar ben ik uh, op 2 mei teruggekomen in Nederland vanuit Schotland en ik ben 10 september opengegaan. Dus eigenlijk zit ik nu in mijn derde kwartaal. Los en lockdown. Door de coronacrisis hebben veel mensen het zwaar. Zeker de mensen die een eigen zaak hebben. Als je een nieuwe onderneming begint in coronatijd, heb je geen recht op steunmaatregelen van de overheid. Zoals de tegemoetkoming vaste lasten en de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Geen makkelijke taak dus. Toch zijn er jonge ondernemers die dit aandurven. Zo is Do Bongers haar eigen bedrijf Basic Theory for Men's begonnen. Waar alles draait om het fermenteren van eten. Ik ben eigenlijk al vijf, zes jaar ontzettend veel aan het fermenteren. Ik was eerst uh, bierbrouwer. En dat was super tof en daar heb ik heel veel van geleerd. En ik heb vooral uh, de afgelopen drie jaar. Um, dus gestudeerd aan de Institute of Brewing and Distilling in Londen, waar ik juist heel veel leerde over de scheikunde. Maar in het Schotland had ik niet echt veel anders te doen dan bier brouwen en leren. Dus ik ben heel veel thuis gaan fermenteren. En toen kwam ik erachter wat voor een geweldige smaak je kan creëren in je eigen keuken. Dus die liefde of die vonk is een beetje van de brouwvloer teruggeslagen naar de keuken. En toen ben ik dit begonnen. Fermentatie is eigenlijk een soort gecontroleerde rotting. Zuurkool en de Koreaanse kimchi zijn twee voorbeelden van gefermenteerd eten. Maar er zijn nog meer voorbeelden om een idee te krijgen van hoeveel het eigenlijk gebruikt wordt. Elke dag eet je dingen die gefermenteerd zijn. Van koffie tot blauwe kaas, tot olijven, tot sojasaus. Allemaal gefermenteerd. En je fermenteert altijd met of bacteriën, gist of met schimmels. In corona en de lockdown zag Do eigenlijk alleen maar kansen. Toen eigenlijk de hollerken alles sloot, heb ik gedacht van hé, hey, maar eigenlijk. Sowieso is dat eten veel leuker. Het is veel duurzamer. En ik wil meer die uh, wereld gaan ontdekken. En juist door de lockdown en door corona. denk ik dat mensen hun normen en waarden vooral een beetje veranderen. Want mensen geven veel meer om lokaal eten en hun eigen gezondheid. Dus daarom vind ik juist dat dit de goede tijd is geweest om op zo'n product te springen. Wel zijn twee grote inkomstenbronnen weggevallen voor Basic Theory for Men. Normaal leveren ze producten aan de horeca. en worden er workshops gegeven. Dat gaat nu niet meer. Toch komt hij door een samenwerking met het Nijmeegse twee sterren restaurant De Nieuwe Winkel geld in het laatje in de tijd van het nieuwe normaal. Eigenlijk alle groenten die hun afgelopen winter uh, zouden gebruiken in een restaurant hebben wij dus gebruikt en samen met hun gefermenteerd. En die hebben we samen uitgebracht als een product en daar gaat ook weer een deel van eigenlijk naar De Nieuwe Winkel. Niet de bank, maar crowdfunding heeft uiteindelijk de fermentatie in gang gezet. Ik heb mijn uh, bedrijf uh, financieel opgezet. Uh, eerst vanuit mijn eigen spaarpot. En toen dacht ik, weet je, ik wil het eigenlijk zo duurzaam en groen mogelijk doen. Maar dan maak ik mezelf en heel moeilijk. En het is eigenlijk veel duurder. Dus ik heb een crowdfunding gedaan. En uh, dat was uh, vorig jaar een van de snelste crowdfundings van het jaar. Dus daar heb ik eigenlijk het hele beginbedrag mee opgehaald. Zodat ik alles dus ook gewoon zo goed mogelijk kan doen. Voor jonge ondernemers in Sp die nog twijfelen, geeft Do haar beste tip. Kijk vooral hoe de wereld verandert, want op dit moment, zoals ik al zei, zijn mensen hun uh, interesses veranderen. Mensen zitten veel meer thuis en daar kan je eigenlijk heel goed op inspelen met uh, nieuwe bedrijfjes. Van wat hebben mensen op dit moment nodig, wat ze eerst nog niet nodig hadden.